Hallo en welkom terug in een nieuwe content. Ik ben eventjes afwezig geweest omdat ik midden in een verhuis zat en het me toch veel meer vermoeid gemaakt heeft dan ik had verwacht. Maar ik ben terug met nieuwe content en vandaag gaat het over verandering. Want mijn ervaring is dat verandering pijn doet. Nochtans, als we gaan kijken in de natuur, dan is verandering eigenlijk een normale zaak. En dan kan je zelf gaan afvragen van ja, hoe komt het dan dat de verandering voor de meeste mensen pijn doet? En soms lijkt het alsof we helemaal opengescheurd worden, terwijl dat we eigenlijk niet weten op voorhand van gaat het wel ooit weer goed met ons komen? Op dat moment zit je in het donker en ziet je geen uitweg. Je weet eigenlijk niet welke kant je op mag gaan of kan gaan. De vraag is van, probeer je verandering tegen te houden? Als je stil gaat staan bij de reden waarom verandering pijn doet, dan zal je het met me eens zijn dat dit komt doordat we eigenlijk inderdaad die verandering proberen tegen te houden. Of je probeert de verandering te controleren en misschien zelfs ook de verandering ook te sturen volgens jouw voorwaarden, volgens jouw idee van wat dat haalbaar en wat eigenlijk aanvaardbaar is voor jou. Maar wanneer je weer mee stromen op het ritme van de natuur, en dus eigenlijk op het ritme van dood en hergeboorte, dan zal het minder pijn gaan doen. En ik zeg ook wel minder pijn gaan doen, omdat het nog steeds pijn blijft doen. Verandering doet pijn omdat het ons eigenlijk laat onthechten van materie. Het zorgt ervoor dat je een stukje onthecht van een stuk van je identiteit, van iets waar je dacht dat jij dat was. Of het kan zijn dat je een stuk onthecht van een stuk dat ooit jouw leven was. Van een stuk hoe dat jouw leven ooit was. Nu, net dat loslaten en het onthechten ervan zorgt ons pijn. Als je vrouw bent en je bent de moeder, dan kan je zelfs misschien een vergelijking maken met de zwangerschap. Op het moment dat je geboorte geeft aan iets nieuws, dan doet dat ook pijn. Want je laat een kind los en je gaat een stuk op dat moment eigenlijk al onthechten van dat kleine wezentje dat geboren wordt. Nu, het bekende en het vertrouwde loslaten is niet altijd evident. En pijn en verdriet dat boven komt, dat mag er zijn. Dat moet er zelfs zijn. En daarom is het ook belangrijk om dat te erkennen. En om dankbaar te zijn voor wat er geweest is. Meer nog, kijk naar het geschenk dat die ervaring je gebracht heeft. Of je brengt. In plaats van te blijven hangen en vast te houden in iets wat of aan iets wat niet meer is. Of aan iemand die niet meer voor jou voorbestemd is. En door te kijken naar wat je geleerd hebt. Door de ander en dan vooral jezelf te gaan vergeven, maak je ruimte voor het nieuwe om binnen te komen. Dus onthechten, loslaten, hoofdstukken afronden, die dagen jou uit om buiten die comfortzone te stappen. En net dat is hetgeen wat je weer vooruit zal brengen in je leven. Dat is hetgeen dat je uit die donkere periode zal brengen. Want net daar ligt je groei en dus ook je succes, ook je overvloed, ook je welvaart. Of gelijk welk verlangen en droom dat je wilt aantrekken. Wat zou het voor jou betekenen als je wist dat jouw wensvervulling daar ligt? Net voorbij die pijn. Aan de andere kant van de brug wacht jouw wensvervulling, wacht jouw verlossing. Maar het vraagt natuurlijk van jou om die extra kilometer te lopen en om die extra input te doen. En ik weet uit ervaring, niet alleen door mijn eigen ervaring, maar ik zie het ook bij klanten, healen en genezen is lastig. Het is vermoeiend. En het lijkt alsof er nooit werkelijk een einde aan komt. En misschien is dat ook wel niet, omdat je altijd op een dieper niveau gaat gaan healen en op een dieper niveau gaat gaan transformeren. Maar wat ik je wel kan zeggen, is dat wanneer je het nodige werk doet en je gecommitteerd bent aan jezelf, dan gaat het universum voor jou ook gaan werken. Met andere woorden, zolang dat je in de weg staat, blijf je jezelf saboteren doordat het universum niet de ruimte krijgt om de pionnen op het schaakbord voor jou te gaan verschuiven. Dus daarom, onthoud, laat het universum jou de weg tonen. Zelf heb ik het meermaals mogen ervaren dat net door opzij te stappen, ik de weg vrijgemaakt heb voor nog meer groei.
voor nog meer opportuniteiten, voor nog meer kansen. En er kwamen moeiteloze oplossingen op mijn pad, waarbij met ieders hoogste goed betrokken rekening werd gehouden. Maar er kwamen ook oplossingen op mijn pad die van mij vroegen om een stap te nemen in het onbekende. Om een stap te zetten in het donkere en te vertrouwen dat er wel een vangnet zou komen op het moment dat ik die stap gezet heb. En net door je focus weg te halen van het obstakel en van het probleem, dan zorg je er eigenlijk voor dat het universum jou kan laten zien hoeveel oneindige mogelijkheden er zijn. Ongeveer een jaar geleden besloot ik samen met mijn ex-man om ons huwelijk stop te zetten. En kort samengevat, geen van beiden was nog gelukkig en we verdienden eigenlijk beiden meer dan goed genoeg. Velen om ons heen zouden eigenlijk niet begrijpen waarom dat wij uit elkaar gingen, want het was toch nog goed genoeg. Maar door te luisteren naar de leiding van mijn lichtteam, bleek dat die echtscheiding de beste keuze was voor iedereen. En konden we niet alleen de echtscheiding en alle 3D-regelingen die ermee gepaard gingen aanpakken op onze manier. Het ging op, in een zekere zin ook moeiteloos. Ik wil daarmee niet zeggen dat het niet pijnlijk was, want dat was het wel. Maar wat uiteindelijk helemaal anders verlopen is dan wat je zou verwachten bij de meeste echtscheiding, of wat je als, misschien ondertussen als gewoon ervaart, gaf ons net de kans om het op onze manier te doen. Een manier die beste bij ons paste, want gewoon wil niet altijd zeggen dat het de beste manier is om iets te doen. Want, zoals ik al zei, er zijn oneindig veel mogelijkheden om met een probleem en een uitdaging om te gaan. Nu, terugkomende op het stuk van echtscheiding en mensen loslaten en relatiebreuken, zie ik jammer genoeg vaak gebeuren dat bij in dergelijke situaties de liefde die er ooit geweest was, verandert in minachting, haat en jaloezie. En vaak niet zozeer door de beide personen die de relatiebreuk ondergaan, maar wel onder invloed van mensen uit hun omgeving. En ik snap het, mensen zijn teleurgesteld, ze zijn gekwetst, maar door net die emoties aan het roer te laten gaan staan, dan zorg je ervoor dat je enkel maar een schip krijgt dat je niet langer kan besturen. En je wordt geleefd, je wordt meegetrokken en meegezogen in de energie van anderen, terwijl dat eigenlijk aan jou is om de verantwoordelijkheid te nemen over hoe dat jullie uit elkaar gaan. Want tenslotte, toen jullie bij elkaar gekomen zijn, was daar ook niet iedereen mee in betrokken en was daar ook niet iedereen die zijn zegje aan het zeggen had. Op dat moment volgde je de weg van de liefde. Bovendien mag je niet vergeten dat uit elkaar gaan ook meer is dan enkel maar de regeling over financiën en het verdelen van de materiële zaken. Wanneer je kijkt naar relaties vanuit de hogere energie, dan zal je zien dat de materiële regelingen slechts één klein onderdeel zijn van het grotere geheel en de verbinding die jullie samen hadden of hebben. En eerlijk gezegd, de regelingen over het huis en de materie hebben wij slechts op het laatste moment geregeld, waardoor dat wij nog meer dan een jaar hebben samengewoond nadat we de beslissing genomen hadden om uit elkaar te gaan. Hierdoor kregen we beide de kans om te wennen aan de nieuwe dynamiek, waarbij we eigenlijk gegroeid zijn van partners naar enkel nog ouders van onze kinderen. Bovendien, om alles op die manier aan te pakken, konden we eigenlijk elk op ons eigen tempo gaan healen. En konden ook onze kinderen op een hele natuurlijke manier meegroeien in deze nieuwe dynamiek en in de nieuwe gezinsstructuur. Want het hele proces van uit elkaar gaan is veel meer dan je spullen pakken en weggaan. En het is belangrijk om de tijd te nemen om te healen. En om erbij stil te staan. En om de gevoelens te voelen die eigenlijk elke dag naar boven komen. Het is belangrijk om te kijken wat er verkeerd gegaan is. Waardoor was je niet meer gelukkig? Waar hield je jezelf een onrealistisch beeld voor ogen? Waar had je misschien te veel verwachtingen? Het is zo dat vaak, en ik zie het niet alleen, ik heb het niet alleen zelf ondervonden, maar ook bij andere mensen, dat wij ons gaan aanpassen aan de ander. Waardoor we eigenlijk na verloop van tijd zo ver verwijderd zijn van wie dat we werkelijk zijn. We zijn eigenlijk een stukje onze eigenheid, onze authenticiteit verloren, doordat we ons zodanig hebben aangepast aan de energie van de ander. En
Natuurlijk, dat kan er nooit. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je er nooit oprecht gelukkig kan zijn. En dat je die diepe vervulling, wat dat een relatie met zich mee kan brengen, dat je die nooit zal ervaren. En dat ligt niet aan de partner en dat ligt ook niet aan de manier waarop dat jullie een relatie hadden. Dat ligt wel aan de patronen dat jij jezelf hebt aangeleerd. En hierover bewust worden, dat gaat je helpen bij je volgende relatie. Net door het contact en de verbinding die ik heb met mijn tweelingvlam, kan ik jou vertellen over het belang van een emotionele band. Vergeet niet dat een fysieke aantrekking niet eeuwigdurend is, als er geen emotionele, mentale en energetische connectie is. We zijn zoveel meer dan alleen maar dat fysieke lichaam. En daar komt dan eigenlijk werken aan jezelf om de hoek kijken. Want door aan jezelf te werken, kan je alle ballast die je nog meedraagt van voorouders, van opvoedsystemen, van beperkende overtuigingen die er nog zijn, kan je die allemaal transformeren. Want pas wanneer je die zuivere energie uitstraalt, zou je de diepe zielsconnectie aantrekken waar je ziel zo naar verlangt. Waarvan je ziel weet dat het daar ergens is, dat het mogelijk is. En dat is de enige vervullende weg naar geluk en onvoorwaardelijke liefde. En of dat het nu met jouw tweelingvlam, je tweelingziel of een soulmate is, het principe blijft hetzelfde. Dus stel jezelf de vraag, ben je klaar voor die transformerende krachtige liefde? Of dat nu is met je huidige partner of met iemand anders, maakt niet uit. Werk dan nu al aan jezelf. En dan zal de connectie met je tweelingvlam, je tweelingziel of je soulmate ook veel moeitelozer gaan verlopen. We zitten nu op een punt in de evolutie dat de collectieve energieën voor een reset zorgen. De afgelopen nieuwe maan en de komende volle maan zijn eigenlijk extra stimulerend in het naar boven brengen van het emotionele stuk in ons leven. En je zal zien, eens dat de energieën wat zullen verzachten na de volle maan, dus eigenlijk eerder net half augustus, dan is het aangeraden om even de tijd te nemen om bewust te worden tegen welke thema's je de afgelopen dagen, weken en zelfs maanden bent aangelopen. Wat komt er iedere keer terug naar boven? Wat komt er iedere keer terug als een obstakel of als een probleem? Wat is het thema? Wat is de rode draad? Want dat zorgt ervoor dat je ze kan transformeren. Door bewust te worden van die blokkades en die trauma's en beperkende overtuiging, dan kan je ze gaan transformeren. Als je ze altijd maar wegduwt, dan blijven ze op een negatieve manier invloed uitoefenen op jouw leven. En ga je nooit het leven kunnen manifesteren wat je eigenlijk werkelijk wilt. Het leven waarvoor je eigenlijk voorbestemd bent. Dus zelfbewustzijn is nodig om jezelf te gaan realiseren in dit leven. Want dat betekent dat je eigenlijk via jouw essentie, via jouw energie dat je bent, dat je eigenlijk dat gaat gaan vormgeven in de wereld, in jouw leven, zodanig dat je meer vervulling en meer voldoening gaat gaan ervaren. Wat jou dan opnieuw weer meer vrijheid en innerlijke rust zal brengen. In augustus geef ik een training Manifesteer je beste leven ooit. En of dit nu is via het aantrekken van je diepe zielsconnectie, of jouw relatie naar een volgend level brengen, het maakt niet uit. Eens dat je weet hoe dat het werkt, kan je alles aantrekken, en dat je toe magnetiseren via de kracht van je eigen energie. Dus als je daar benieuwd naar bent, hou dan deze pagina in het oog om meer te weten te komen. En om de data te ontdekken waarop ik de online training zal geven. Voor nu onthoud dat verandering natuurlijk is, ook al doet het pijn. Blijf gaan en vertrouw dat alles gebeurt voor het hoogste goed van iedereen. Ook al lijkt dat niet altijd in de 3D. En zoals altijd, mocht je al weten of ervoelen dat je ondersteuning nodig hebt in het proces waar je mee bezig bent, of met de obstakels en problemen waar je tegenaan loopt, wacht dan niet langer en contacteer mij en dan gaan we kijken op welke manier we kunnen samenwerken, op waar je nu staat in je leven en waar je naartoe wenst te gaan. En zoals altijd, een licht aan liefde en tot in de volgende. Dag!